Suriname bevindt zich momenteel in een grote transitiefase als het gaat om naleving van wet en regelgeving. De zogenaamde silo's worden doorbroken, hetgeen betekent dat oude systemen worden afgebouwd en worden vervangen door nieuwe. Dit kwam naar voren tijdens de virtuele introductiebijeenkomst van de Suriname Compliance Professionals Association. Het lid Winston Wilson van de Raad van Advies zegt dat er een mentaliteitsverandering plaatsvindt onder de totale bevolking. Nieuwe systemen, ja, dat kost tijd, dat kost geld, dat is opleidingen, dat is wennen voor mensen. Maar het is een hele grote cultuuromslag die vooral plaatsvindt, niet alleen in de bedrijven of bij de overheid, maar in de totale samenleving. De slag waar we nu in zitten is de slag naar integer en professioneel denken en doen, dus de handelingen. Maar vooral ook dat je die zekerheid hebt dat de partijen waar je mee samenwerkt, dat die uiteindelijk compliant werken. Internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank constateren 3 silo's, namelijk de overheid, de private sector en de samenleving zelf. De associatie organiseert daarom ook bijeenkomsten met mensen van verschillende disciplines. Voorzitter Ebelijn Franchi van de Surinaamse Bankiersvereniging zegt dat de bankensector een roepende in de woestijn was om te voldoen aan compliance. Vooral de integriteitsrisico's moeten geïdentificeerd worden. We praten over vaak compliance en compliance risico's. Dan denken we in Suriname vaak aan het witwassen van, drugsgelden. Maar als je kijkt naar de CFATF, FATF-regelgeving, dan zijn de integriteitsrisico's veel breder dan alleen het witwassen van drugs. Maar we praten over corruptie. We praten over het ontduiken van belasting. We praten over fraude, omkoping, belangenverstrengeling en cybercrime. Hiermee wil ik alleen illustreren dat die scala van documenten die de banken vragen, is om het risico bij de klant te identificeren als ik deze bankrekening open of als ik deze kredieten verstrek aan de klanten. Het naleven van wet en regelgeving en het houden aan ethische normen en waarden kan onder andere kansen scheppen voor het publiek en de private sector. Doen wij dit niet, kan het dus vergaande gevolgen hebben voor het land, zegt Malti Dwarkasing van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Zoals we houden aan wet en regelgeving en we niet bekend zijn als een corrupt land in het buitenland, dat willen overheden dan ook veel sneller en makkelijker met ons willen samenwerken. Als we geblacklist worden, zullen we internationaal helemaal vast komen te zitten. Onze exporten zullen in gevaar komen, zeker wat betreft de goudexporten. En dat zal niet alleen maar voor de goudsector zijn, het zullen ook veelal ook voor de andere sectoren zijn binnen de bosbouw. Maar ook de export van vis, waarbij er veel meer cash en veel meer cash verwerkt wordt naar virale transactie. Dus onze exporters zullen in gevaar komen.